Tijdens de debatten in de Nationale Assemblée is de huurwet Woonruimte 2020 verder aangescherpt. De initiatiefnemers van deze wet zijn Jennifer Geerling-Simons en Roselli Cotino. Simons benadrukt dat deze wet het huren en verhuren moet reguleren. Er wordt rekening gehouden met zowel de huurder als de verhuurder. Door diverse assembleeleden zijn er bezwaren geuit. Volgens hen zal de wet in de praktijk niet goed werken omdat het niet realistisch is. En zoals ik al zei gisteren, we moeten de huurwet, het is geen huurbeschermingswet meer. Er is een huurwet met bescherming van huurders en bescherming van verhuurders. Het is dus een wet die regelt voor Suriname huur en verhuur. En dan betekent het dat je niet alleen moet uitgaan van de situatie van vandaag, waarin er een heel grote schaarste is aan woningen. Er zijn ook andere situaties mogelijk die ook zich hebben voorgedaan, ook in Suriname, die zich op dit moment voordoen in andere landen, dat het omgekeerde is. Dat je huizen hebt die je niet kan verhuren. En die situatie heeft zich ook voorgedaan. Dus beide kanten, voor beide kanten is het belangrijk, toch? Ook wanneer het verhuur van huizen wat lastiger gaat, dat ook daar misschien niet van de verhuurder gevraagd moet worden om ver beneden een redelijke huurprijs te gaan zetten. Dus het heeft beide kanten. Het is nu niet mogelijk om huurders die niet uit het huis willen eruit te zetten. Daarvoor moet een zaak worden ingediend bij de rechter. Met de nieuwe wet is het mogelijk termijnen vast te stellen. Binnen 6 maanden. De initiatiefnemer is ingegaan op beschadiging van bepaalde goederen. We hebben huur voor korte duur en langere duur. Vaak genoeg zijn andere goederen ook wel van andere mensen die dan ook verder onder verhuurd zijn. Wat gaan we doen? Gaan we bij deze wet ervoor zorgen dat we dat zo duidelijk mogelijk regelen? Bij wie is het niet een goed idee om direct te werken aan bewijslast? En gaan we ervoor zorgen dat we dat niet weghalen uit het civielrechtelijke, zodat we zowel huurder als verhuurder kunnen beschermen. Artikel 14 heb ik dan ook wel een vraag als we dat eigenlijk zien werken, omdat we zien dat verhuurders huurders kunnen intimideren. Ik vind ook dat deze wet nog te veel haken en ogen heeft dat in de praktijk niet gaat werken, omdat deze wet naar mijn inziens juist meer bureaucratie creëert, meer problemen creëert dan oplossingen. En ik denk dat de bedoeling van deze wet zou juist moeten zijn om bescherming van zowel de huurder als de verhuurder. En dat zie ik niet. De voorzitter heeft aangehaald, eigenlijk gaat het erom dat we de consument, de huurders, moeten beschermen tegen woekerprijzen, dus ook de huurprijzen. Maar mijn vraag is, hoe bescherm je de consument hiertegen? We hebben een ministerie van Handel en Industrie die al zou moeten optreden. Er zijn wettelijke regelingen. In de praktijk blijkt dat we niet in staat zijn dat te doen. Hoe zou je dat dan met deze wet kunnen doen? Achtereenvolgens Daniela Sumter en Krishna Mathura, die enkele kanttekeningen plaatsten bij de huurwet Woonruimte. Morgen wordt deze wet verder behandeld in het parlement.